Ja, we beginnen met een triest bericht. Oud-topvoetballer Vladimir Smolarek is op 54-jarige leeftijd onverwacht overleden. Hij overleed vannacht in zijn slaap. Vladimir Smolarek maakte deel uit van een gouden generatie voetballers die op het WK van 82 met Polen verrassend derde werd. Hij speelde ook voor Feyenoord en FC Utrecht. Vladimir Smolarek is de vader van Ebi Smolarek, die nu voor ADO Den Haag speelt. Smolarek was een van de beste voetballers uit de Poolse geschiedenis. De linkeraanvaller speelde 60 interlands, waarin hij 13 keer scoorde. Hij kwam ook uit op de WK's van 1982 en 86. Na dat WK van 86 in Mexico werd Smolarek getransfereerd van Wisła Łódź naar Eintracht Frankfurt. Na twee seizoenen in de Bundesliga kwam hij in 1988 bij Feyenoord. Anderhalf seizoen speelde hij in de Kuip. Utrecht werd zijn volgende en uiteindelijk laatste club. 6,5 jaar stond hij daar onder contract. En halverwege de jaren 90 beëindigde hij zijn glansrijke carrière. Hij werd jeugdtrainer bij Feyenoord en was de laatste jaren in dienst van de Poolse voetbalbond. Hij was ook promotor van het komende Europees kampioenschap voetbal in zijn vaderland. De vader van Ebi Smolarek, nu speler bij ADO Den Haag, werd slechts 54 jaar oud.